Je moet blijven doorzetten, vooral met tegenslagen kunnen omgaan en je omringen met sterke personen. Ik ben Jo van Moer, CEO van Van Moer Logistics. Ik heb mijn vrachtwagen gekocht en dan voor mijn buurman, dat was een kleine transporteur. En daarvoor beginnen charteren en dan een tweede camion en een derde. En zo zijn we eigenlijk begonnen. Ja, en vandaag werken we met meer dan 1700 mensen. Dus we hebben vier afdelingen. Transport, waar het mee begonnen is. Dan warehousing, dus we hebben ongeveer een kleine 500.000 vierkante meters magazijn. De derde tak is chemicals. En de vierde afdeling is het intermodale, waar dan we de laatste jaren wel succesvol zijn. In 1997 zijn we met alles afgebrand, met magazijn, met burelen, met woning. Ja, ik zeg het, door die brand zijn we hard geworden. Was het financiële crisis, zijn we weer tot het uiterste gegaan, want we hebben die brand ook overleefd. Blijven erin geloven en doorgaan. De ondernemers, de mensen die het bewezen hebben, zoals bijvoorbeeld een Willy Naastes is voor mij, mijn tweede vader. 'S Avonds bellen dat je zak en as zit. Morgen vroeg om 6, 7 uur bij mij, spek met eieren. En dan kan ik met Willy en Marie-Jean 3, 4 uur babbelen. En echt waar in zak en as ertoe komen en naar huis rijden met vleugels, dat je het terug helemaal ziet zitten. Ik denk dat we daar wel een beetje speciaal in zijn. En dat heeft bijvoorbeeld mijn bankdirecteur, mijn contactpersoon bij Belfius ook al gezegd. Als je binnenkomt in dat bedrijf, in ons kantoor, hier hangt een sfeer, een echte warme sfeer in. En dat is ook wel zo. Die bevestiging krijg ik ook van mijn mensen. Ik ben heel toegankelijk, ik ben heel gewoon. Mijn vrouw loopt ook alle dagen mee op kantoor. Wij noemen onze mensen allemaal Van Moerianen. Ik zeg dat tegen al mijn mensen ook. Je zegt nooit nee tegen een klant. Vooraleer dat je, als je echt geen oplossing vindt, belt nog eens naar mij, kan ik niet helpen. Dus daar proberen wij, denk ik, wel het verschil te maken. Soms moeten durven dromen en wij zijn de voorbije jaar verdubbeld met het bedrijf. En ik hoop dat we dat nog eens kunnen overdoen de komende 5 jaar. Thank you.